zijn nog steeds in Le Plagne. We gaan Priesterboelie rijden. Hij staat er klaar. Groot apparaat. En gaan eens kijken hoe het is. We gaan even deze piste prepareren nu. Ja. En we beginnen een beetje langzaam. Hij heeft net uitgelegd dat je heel voorzichtig moet sturen. Maar is hij goed. Oh jongens, dit is denk ik de steilheid van de groene piste. En als je naar beneden gaat, dan heb je echt het idee alsof het heel steil is. Als ik bij de pizzadienst zou werken, dan zou ik iets meer nodig hebben dan één nacht, denk ik. Het is ongelooflijk dat ze dan in dit soort skigebieden 300, 400 kilometer piste prepareren in een dag. Ja, hij is heel gevoelig eigenlijk. Zodra je maar een beetje stuurt, dan voel je al dat hij gaat. Maar het is niet als een auto. Je merkt dat er iets gebeurt met die twee voeten daaronder. Dus het is niet natuurlijk dat de wielen zo draaien, maar je voelt dat ze gewoon, ja, blijkbaar de ene meer aandrijving heeft dan de andere ofzo. Het is heel maf. That tonight's gonna be a good night.